is niet de enige. Hier zijn de coördinaten van hem, de MV en de NB1. In Kaapstad zijn Pirates of the Caribbean en Boomstown al ontwikkeld in een race over de kop. Ja, je kan die toch als waypoints in je GPS invoeren, dus dat? Als dat ding vol is, dan. Maak er even een mooie foto. Leer de zon in. Mag jij voor mij een mooie foto maken van Pijl? Lekker, hè? Nou, Bruno, smakelijk, hè? Bon appétit, hè? En ook voor u smakelijk. Ja. Meneer op zijn jacht. En het is altijd weer één aan het werken, hè. Dat is een Bert. Hè. Het is altijd hetzelfde liedje. Met zijn magisch stokje. Ja. Moet je eens kijken wat ik ermee kan. Oh nee, prachtig. Een beetje vast. Ja, we hebben hem wel moeten plakken, hè, want die vetten kwamen eruit. Nee. En hier stond een stuurwiel. Ja, dat is het verhaaltje. Hè. Cameraman. Ja. Nee, de cameraman. Moet ik er iets warms kunnen doen? Wij hadden hier vanochtend. Ja, die was. Hadden wij hier een stuurwiel. Waar wij mee gevaren hebben, maar die heeft die meneer. Ach, opnieuw. Het verhaal. Vanochtend, toen wij weggingen uit Blankenberg, hebben wij hier een stuurwiel opgehaald. Hier. Het was iets groter dan dit stuurwiel. Dat was ongeveer zo. En dat heeft die meneer stuk gemaakt. Want die meneer wilde niet naar IJmuiden. Toen hebben wij deze uit de kast gehaald. En daar hebben wij, want wij laten ons weekend natuurlijk niet zomaar naar de kloten helpen. Nee. Dus daar hebben wij nu de hele dag mee gevaren. En dat kwam door hem. En als u het verhaal niet gelooft, dan vertellen we zo een ander. Als ketelbink bij ons aan boord, die voor de eerste keer naar zee ging en nog nooit van haaien had gehoord, die van zijn moeder aan de kade wat schuchter lachend afscheid nam, omdat hij haar niet dorst te zoenen, die straatjongen uit Rotterdam. Oh. Nee. Ik hoor wel, man. Dat ken je wel, Boudewijn en de Groot? Ja, ik heb het in de tekst. Zo te sterven op het water met je vleugels van papier. Zomaar drijven naar vliegen in de wolken. En dan maar een broodje met kerst. En een tas koffie. Wat zeggen jullie er niet over? Ja, tas. Dat was u goed geïnformeerd, hè? Ja. Ik heb net even aan het. Dat ook nog? Voor misschien een beetje de warmte van je af te houden.
jaar later is, toen de droom kwam te staan, lag er een stenen wal. En helemaal onder in die stenen wal bleef nog een vultje over. En want ik had het niet in de gaten dat er in die stakenlijn die stenen wal zat. En ik kreeg, lag mijn neus al tegen die, ja, van de andere kant die tegenaan. Toen werd mijn vrienden van wel, die had ook... Dan breekt er een blad af, en het blad raakt de paal, en daardoor, of de as breekt af, en de drie schroepen breken de paal af. Nou, dit is lekker. Kijk, hier achter is de sekshaven. Ja, ja, ik weet het. Ik weet het. Maar dat huisje hier, daar op de pomp, dus kijk zo verder. Ja, dat is echt wel zo. Dat is echt goed aan het huis. Ja. Je zit daar vrij verruimd om de deur heen. Je zit zo aan het ei. Ja. Ah. Ik zou nog een leuke plekje kunnen vinden dan. Nou. Top. Ik denk dat je ook wel een rekening met inclusief vermakelijkheidsbelasting hebt. Ja, ik durf niet te schatten, Piet, maar... Kijk, hij loopt weer weg. De ding loopt weer weg. Deze... Al zeilen door Amsterdam. Klopt dat? Een klein speech eventueel. Speech? Nou, die champagne lukt er niet meer. Thank you.
Er zijn een paar in de onderdoorgang met de A6. En gaan de Alpen volgen en staan de snelweg. De ketelbrug bedoel je? Ja, ketelbrug ook, dat is hetzelfde. Nee, ik bedoel de. Dat is A7 is dat. De A7. Ja. Friesland. Nee, is wel de A7. En uitvaart hou ik niet van. Nee. Over het algemeen. Nee, ik ook niet. Thans zijn wij met 4 koppen bemanning. Komen er vanuit Belgeland, zonder stuurwiel, aanbeland op Nederlands grondgebied en varen voor een dam aan.